In een kasteel lopen natuurlijk prinsen en prinsessen rond en het wordt beschermd door ridders. Vandaag kon je ook even terug in de tijd in kasteel Wijchen. Kinderen, maar ook volwassenen, trokken het mooiste kostuum aan om op de foto te gaan als echte prinses of ridder. Prinses. Ik ben een Romein, hij is een ridder. Ik ben een ridder. Nou ja, daar liggen ridderkleren, daar liggen prinsessenkleren. We hadden net ook een opa die het Romeinenpak aantrok. En dan de moeder met deze jurk en een klein meisje op schoot. Dus die vonden het helemaal fantastisch. En als ze niet verkleed willen, want dat mag ook, hè, als je een bepaalde leeftijd hebt. Nou, dan mogen ze ook zo op de foto als ze dat willen. En wij zorgen dan, of de administratie zorgt ervoor dat die foto's per e-mailadres toegestuurd worden. En hoe ga je dan als prinses of ridder op de foto? Gewoon lachen. Big smile. Ja? Iedereen mag meedoen en verkleden. En het was net een hele schattige foto. Er was een opa, die was uit Frankrijk overgekomen. En dan met z'n drieën op de foto. Nou, dat is natuurlijk een superleuk souvenir om mee naar huis te nemen. Hè? En hebben ze nog een beetje carnaval gevierd? Zeker. Ja, in Brabant. In Brabant? Ja. Ja, mijn vader en mijn hele vaderskant komen allemaal uit Brabant. Dus. Ja, ik heb hier in het dorp gevierd. Ik ook. Ik heb de kinderoptocht gelopen en ook gewonnen en de grote optocht gelopen. De voorjaarsvakantie staat voor veel mensen in het teken van carnaval. En om de vakantie goed af te sluiten, kunnen ze zich nu nog één keer verkleden. Vakantieactiviteiten, ja, gewoon als vakantieactiviteit om een keer iets anders te kunnen aanbieden aan kinderen. En zeker met dit slechte weer is het natuurlijk heel fijn. Hè? En kunnen ze nog een klein beetje cultuur meegeven, een beetje geschiedenis. Alles is meegenomen dan, hè?